Een van de dingen wat Sandra zei toen wij Kleven binnenrijden, toen wij daar een appartementje gingen zoeken, was: er is een heuvel, ik zie heuvels hier. En ja, Sandra houdt heel veel van bergen. En ik kom ook een bergachtige stad en land, dat meer dan 75% van het land is bergen. Dus was ik altijd om bergen te zien overal. En nu ben ik in Nederland gewend. Maar ik weet dat jullie ook heel veel van bergen houden. En het is zo fijn om in de bergen te zijn, om te klimmen, om de lucht daarin te ademen. En je voelt de sfeer van God. De stilte. Je kan zulke mooie ervaringen maken daar. De tekst van vandaag wil ik het baseren in Haggai 1 vers 7 tot en met 8. En dan wil ik een beetje doortrekken wat wij net in de les hebben gezien. We hebben gesproken over de oproep die deze profeet Haggai aan het volk heeft gedaan. Zo zegt de Heere van de legermachten: let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. De opdracht van God voor het volk was: ga de berg in. Klim op de berg. Het is belangrijk dat zij met het werk van God zouden kunnen beginnen. Het werk lag stil, er was geen hout, ze hadden geen middelen of dingen om te kunnen werken. En de eerste opdracht van God is: ga de berg in om dat te halen. En dan vandaag wil ik spreken over bergen. Ik heb vandaag 7 verschillende bergen genomen om dat te analyseren. En wat in elk een van deze bergen is gebeurd en wat dat ook voor ons heeft. Welke betekenis dat ook voor ons in het geestelijk leven heeft. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik eerst even kijken naar de situatie van het volk op dit moment. We hebben in de lessen gezien dat het volk dacht dat de tijd was niet gekomen. Dat zij, ze waren bezig met hun eigen dingen. En de profeet laat zien dat zij ten eerste, ze moesten hun paarden moesten ze overwegen. Ze moesten terugkeren tot God. Het tweede moesten zij de berg gaan klimmen. En ten derde moesten zij hout meenemen en het huis van God weer opbouwen. 2 jaar geleden in de zomer gingen wij met Sandra en ook met mijn schoonouders Zuid-Duitsland om daar te klimmen. En Het was een heel mooie ervaring om oefeningen te doen, maar ook in de bergen. En we kwamen op een gegeven moment in een plekje waar er nog steeds heel veel sneeuw was. En dan moest je echt goed uitkijken dat je niet zou glijden en helemaal naar beneden zou komen. Maar de ervaring op de berg. Gisteren was ik ook aan de video van Jonathan aan het bewerken. En dan zag ik ook de foto's op de meer tegenover St. Mount Helens, Lake Spirit, hoe het tot vandaag helemaal vol is met houten bomen. Of de bomen die toen helemaal met hout, zeg maar. En tot op dit moment, en je ziet het vanuit Google Maps of zo, zie je dat de helft van de meer is vol met nog steeds met hout. Dat er nog steeds daar ligt van de uitbarsting natuurlijk van deze vulkaan. Wat God wilde op dit moment was dat het volk hout kon nemen en het huis te bouwen. Dat ze dat konden meenemen en dat beginnen in dat werk wat ze dan hadden gelaten. Een heel belangrijke punt die ik wil aanhalen in deze vraag, in deze thema, is wat God zegt. Ga de berg op.
In verschillende plaatsen van de Bijbel zien we dat God ook, of Mozes of andere mensen zegt, klim op de berg. Kom op de berg. Omdat elke keer op de bergen in de Bijbel zien we een belangrijke ervaring die mensen hebben gedaan met God. Trouwens, in de Bijbel zien we dat bergen is de plaats waar Gods kinderen op een gegeven moment ook een haven kunnen vinden. Waar ze dan veilig kunnen zijn in de laatste tijd. Dat het is de bergen waar wij naartoe moeten gaan. Vergelegen plaatsen waar wij kunnen gaan. Ik wil beginnen eerst met de berg Moria. Het is eigenlijk een heuvel. Maar in de Bijbel staat het als een berg. En het betekent, Moria betekent de Heere ziet of de Heere zal voorzien. Het is ongeveer 700 meter hoog. En het wordt genoemd in Genesis hoofdstuk 22 vers 14 als de berg van de Heere. Het is de plaats waar Abraham met zijn zoon Isaac naartoe gingen. Ze namen het offer, ze namen dat hout, ze namen het vuur, ze namen alles behalve het offer. En het is op die plaats, het is op een van deze heuvels van Moria, waar de belofte werd gegeven dat God zo voorzien voor een offer, voor een verlosser, voor iemand die de plaats van de mens zou innemen. En het was zo plotseling. Abraham had het niet verwacht en ineens keert hij om en dan ziet hij daar een ram die vast staat en dat zo dan in plaats van zijn zoon Isaac starven. De berg Moria is de berg van het geloof. Het is de berg die ieder christen, iedereen van ons zou moeten klimmen. Het is die eerste opdracht van de Heer aan iedereen van ons is klim op berg Moria. Kom op. Twijfel niet meer. Laat je niet meeslepen met de gedachten van andere mensen. Van, ja, bestaat God wel of niet? Is het wel schepping of evolutieleer? Is het wel volledig aan de Heer? Is het de Sabbat of is het de zondag? Wat is dat punt wat ons tegenhoudt om ons volledig aan de Heer over te geven? En in de ervaring van Abraham zien wij zo'n grote geloof dat Abraham heeft. Hij heeft het niet met zijn vrouw overlegd. Hij heeft het niet met zijn zoon overlegd. Hij heeft zijn eigen twijfels overwonnen. Hij heeft zijn eigen vraagstukken overwonnen. Hij liet alles achter. Hij nam wat het nodig was. En hij ging verder in geloof tot die berg Moria. In onze tijd zouden we misschien een checklist hebben. En het offer zouden we nooit missen. Alles zouden thuis laten, achterlaten, behalve het offer. En dat is juist de reden waarom hij daar naartoe ging. Hij ging om te offeren. En de manier hoe God beantwoordt op de berg Moria is geweldig. De manier hoe God in uw leven zal beantwoorden als u maar de stap neemt door het geloof. Als je maar verder gaat door geloof, is geweldig. En dat is de eerste berg die wij moeten opklimmen. Toen wij in Jeruzalem waren, kun je nog steeds zien de treden, gebroken treden en de ruïnen nog van de hele lange weg vanuit de stad van David tot aan de tempel toe. En wat de mensen dan moesten doen elke keer als ze moesten offeren. In de hele weg naar de tempel toe, naar de berg Moria. Want daar is het natuurlijk de plaats waar David op een gegeven moment dat stukje grond gekocht heeft. En waar Salomo de tempel gebouwd heeft. En elke zondaar die tot bekering was gekomen, die moest dan deze treden opgaan met een offer. En daar waren aan beide kanten ook de mikwa. Waar mensen zich konden reinigen. En totdat ze in de tempel waren en konden ze opofferen. Gelooft u dat? Gelooft u dat de Heer zal voorzien? Amen. Welke vraag heeft u in uw leven? Welke plannen in de toekomst? Gelooft u dat God het zal voorzien? Want dat is de belangrijkste berg. En als we deze eerste berg niet opklimmen,
kunnen we de andere heuvels van Israël niet beklimmen. Trouwens, dat is misschien de eerste plaats waar ieder christen tegenwoordig, of vele christenen, vele andere mensen naartoe willen gaan, is de Temple Mount. De plaats waar op dit moment de moskee is. En het is zo lastig om binnen te komen. Je moet gewoon een afspraak maken, want het is alleen één dag per week dat het open is voor het publiek en dat je daar naartoe kan gaan. Omdat het natuurlijk een moslimgebied is. En dat is de eerste plaats. Dan zou je niet een afspraak moeten maken. Je zou nooit voor geloof zou je eerst een heleboel dingen moeten doen om dat eerst te kunnen doen. Dat zou open zijn. En dat was inderdaad open. Behalve de poort van die naar het oosten ging. Dit was dan bedoeld voor, en nog steeds is het gesloten, voor de vorst die zou komen, de Messias. De tweede berg is de berg Sinai. Een berg die voor vele mensen misplaatst is. Het is een plaats die de meeste christenen en gewoon naar een verkeerde plaats zijn gegaan. En het is best een best symboliek wat we hierin ook kunnen zien. Dat de hele wereld gaat naar een verkeerde berg, naar een verkeerde berg Sinai. En ze denken dat dat is de plaats waar God de 10 geboden gegeven heeft. En dat is de realiteit van het christendom vandaag de dag. Ze gaan en ze denken en ze menen, vele christenen, dat ze de geboden van God houden, terwijl ze op de verkeerde berg staan. Terwijl ze naar de verkeerde berg zoeken. Terwijl ze de verkeerde geboden volgen. Ze volgen geboden van mensen, tradities. Een verkeerde berg. Kan je voorstellen dat mensen al hun geld, inzet, moeite doet om naar Egypte te reizen, naar de Sinai-peninsula. En dan kom je daar en dan zie je van, er is geen enkel bewijs daarvoor. Hier is Mozes nooit geweest, hier is het volk van Israël nooit geweest. De archeologen hebben tot nu toe helemaal niks gevonden. En dan komen natuurlijk de twijfels van, is het werkelijk gebeurd? Is Exodus werkelijk gebeurd? Maar ja, als je de verkeerde berg, als je naar de verkeerde berg bent gegaan en geklommen hebt, is het misschien wel een leuke avontuur of ervaring, maar dan zit je in de verkeerde plaats. Dan moet je naar Arabia gaan. Dan moet je naar de andere berg waar God de geboden heeft gegeven. En dit is de berg van gehoorzaamheid. En dit is de berg die Satan heeft geprobeerd om te misplaatsen van de mensen. Dat mensen een andere berg kunnen hebben en kunnen zoeken. Andere geboden, andere gehoorzaamheid. En dit is dus het punt aan het einde. De gehoorzaamheid voor God en of de gehoorzaamheid voor de mensen en de tradities van mensen. Op deze berg heeft God met Mozes gesproken, van gezicht tot gezicht. Wat kan je zien op deze berg? Wat is de ervaring die je daar hebt? Je voelt de tegenwoordigheid van God. Je beeft in de aanwezigheid van God. Mozes kon het gezicht, kon de heerlijkheid van God niet zien. Maar hij kon wel zijn rug zien. Ze was bereid om tenminste de rug van God te zien. Van God zijn heerlijkheid te zien. Maar er is wel een heel mooi ding hier. En dat is op deze berg word je geschuld, word je bedekt door een rots. Door Jezus Christus. Dus de berg van gehoorzaamheid is een berg die je met moeite klimt. Maar het is een berg die je altijd moet klimmen. Verborgen in Jezus Christus. Om tot de top te kunnen komen. Je kan een andere en verkeerde berg opklimmen. En dan kom je op een verkeerde plaats. En ben je misschien wel verborgen. Maar dan zie je de heerlijkheid van God niet. Dan ervaar je niet de aanwezigheid van God. Dan ervaar je niet de echte gehoorzaamheid die God dan van ons vraagt. Gehoorzaamheid is de toets van het discipelschap. Het is het houden van de geboden dat de oprechtheid van onze belijdenis van liefde bewijst. Dat staat in gedachten van de berg van Zaligspreking, bladzijde 129. Laten we naar een andere berg. En dat is berg Nebo. Dat is de plaats waar God hem gezegd heeft, klim op de berg. Kom hier naartoe.
En Mozes wist wat het was. Dat betekende voor hem, hij mocht niet binnen in het land Canaan. In Deuteronomium hoofdstuk 32, vers 49 lezen wij. Beklim het Abarim-gebergte, dat is de berg Nebo, die in het land van Moab ligt en die zich tegenover Jericho bevindt. En zie het land Canaan en dat ik aan de Israëlieten in bezit geef. Vanuit deze hoogte kon Mozes de beloofde land zien. Hij mocht niet binnenkomen. Hij had gezondigd. Hij had een verkeerde voorstelling van God aan de mensen gegeven. Maar hij werd wel opgewekt. En hij werd opgenomen daarna, na zijn opstanding. En deze berg is de berg van afsterven. Is de plaats waar je klimt om dood te gaan. Het is de plaats waar je je eigen wil opzij moet zetten. Niet je eigen wensen, niet wat je graag wil. Je denkt van, ja, maar daar is het land. Daar kan ik naartoe gaan. Waarom niet, heren? Wat is er aan de hand? En God zegt, het is goed. Het is prima. Daar is de plaats waar wij afsterven aan de zonde. Waar wij weten dat we niet verder kunnen, omdat we dan op deze manier begrijpen dat dit is wat de Heer dan voor ons wil. Laten we een andere tekst lezen in Jesaja 58, vers 14. En dat is de mooiste belofte voor de Sabbat. Als wij alles opzij zetten, wat wij dan graag willen, onze eigen wensen, onze eigen woorden, onze eigen gedachten, wat belooft de Heer te doen? Ik doe je rijden op de hoogten van de aarde. In onze tijd zouden we misschien zeggen van, nou ja, dan mag je wel op een helikopter gaan en alles gewoon bezichtigen. Of vooral gaan kijken, de hoogten van de aarde. En het is zo mooi om de bergen vanuit de hoogte te kunnen zien. Het is zo mooi om boven de Alpen te vliegen. Het is zo geweldig om dat te zien. Dat is wat de Heer belooft. In andere plaatsen belooft de Heer, ik doe je dan opstegen als een arend. En hoger en hoger en hoger. Maar Mozes wilde zo graag het land Canaan binnenkomen. Maar wat zegt de Heer? Zet gewoon je wensen opzij. Sterf af. Ga dood aan je eigen wensen, aan je eigen verlangens, aan dit leven. En wat zal ik je laten zien? Ik zal je alles laten zien. Dan zie je niet alleen de belofte land, maar ik laat je de nieuwe Jeruzalem en de echte belofte land vanuit de hemel zien. Laten we naar een andere berg gaan. Dat is Berg Carmel. Berg Carmel, Mount Carmel, staat bekend als die plaats van beslissing. Dat is de plaats van besluit. Dat is de plaats waar Elia dan het volk naartoe geroepen heeft. En dat is, we zien nog steeds dezelfde oproep. Klim op de berg. Kom, ga de berg in. Ga naar Mount Carmel. Wat was het probleem van het volk? Ze waren in afgoderij. En ze moesten dan voor de Heer kiezen. De vraag is, ben je bereid om naar Mount Carmel te gaan? Of zitten we nog steeds in de situatie van Laodicea? Dat we niet rechts of nog rechts, nog links willen gaan. Nog niet in de wereld, nog niet voor God willen kiezen. Misschien is dat onze keuze, als jeugdige of als volwassene. Dat we denken van, ja, wat moet ik in mijn leven? En dat is ook soms, al heb je voor de Heer gekozen, al heb je gekozen om te geloven, sta je dan op het punt dat je niet weet waar je heen moet gaan. En de Heer zegt, ga op de berg Carmel. En wat zie je op deze Mount Carmel? Wat zou je ervaren? 1 Koningen hoofdstuk 18, vers 21. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hink je nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het de Baal is, volg hem. En dat is nog steeds dezelfde vraag.
waarom is het zo lastig om het los te laten? Waarom is het zo lastig om de andere heren opzij te zetten? Waarom kunnen we niet makkelijk kiezen voor de heren? Is het dan nou rechts, is het dan nou links? Maar dit is een belangrijke berg voor ons als christenen. Als Laurie Zensen, het is heel belangrijk dat we een keuze kunnen maken. Is het heet of is het koud? Kiezen we voor God of kiezen we voor deze wereld? De vijfde berg is de Olijfberg. In de tijd van Jezus was het een olijfberg. In onze tijd is het een begraafberg. Het is een begraven heuvel. Je ziet tegenover Israël, als je dan zeg maar vanuit de Temple Mount bekijkt, daar tegenover zie je alleen begraafplaatsen van rijke Joden door de jaren heen, door de geschiedenis heen, dat ze dan als eerste willen zien wanneer de Messias komt, om dan opgewekt te worden en dan via de gouden poort dan naar binnen gaan van Jeruzalem. En de olijven, de olijfbomen die daar nog zijn, zijn enkele, zijn klein. Alleen heb je wel ergens wel een paar van die echte oude olijfbomen van de tijd, of nadat dat Titus allemaal gekapt had. Het is zo mooi om de stad Jeruzalem van daaruit te zien. Bij de zonsondergang zie je de stad als een gouden stad. En de gedachte natuurlijk voor ieder Israëliet in de tijd was van een gouden Jeruzalem. Je ziet een weerkaatsing, je ziet een afspiegeling van hoe het zou kunnen zijn. Omdat je de gouden kleur dan op de stad, op de witte muren dan voor de stad ziet. En dan heb je een ander beeld. Dat, wauw, dit is niks. Wat komt, dat is een werkelijke gouden stad. Deze Olijfberg is de berg van het gebed. Elke keer als we lezen in verschillende teksten van de Bijbel zien we dat mensen naar de Olijfberg naartoe gingen om te bidden. In 2 Samuel hoofdstuk 15 vers 30 en 32 zien wij een verdrietige koning. De vorst, de koning van Israël. Die klimt in tranen omdat zijn zoon hem verraden had. En die in zijn troon had gezeten, op zijn troon had gezeten. En hij gaat daar naartoe in tranen. En als we denken aan onze Heer Jezus Christus, hoe hij ook op dezelfde berg klom. Vaak om te bidden. En te bidden voor ons, voor mij. Ook zijn zoon die hem verraadt, die hem andere keuzes maakt. En dat Jezus op de berg voor mij bad en tranen kwamen uit hem om mij, om mijn zonden en om dat alles wat ik heb gedaan. Zacharië hoofdstuk 14 vers 4 stelt deze berg als de berg waarop Jezus Christus zal staan als hij komt. Bij zijn derde komst. De Olijfberg in twee zal gespleten worden. En het zal een grote dal ontstaan. Dus geen bergen meer. Geen maar een dal zal zijn. En dat is ook de plaats waaruit Jezus Christus kwam. Triomfantelijk de stad Jeruzalem binnen. En de profetie was vervuld. Deze gouden poort was toen open en de Messias ging werkelijk door die poort naar binnen, naar de tempel. Het is op dezezelfde berg dat Jezus een toespraak hield over zijn wederkomst en het einde van de wereld. De hemelvaart nam plaats ook niet ver van deze Olijfberg vandaan. Iets verder, meer naar Betania toe. Maar het was van hieruit. Hebben we deze berg gevonden? Of zijn we zo onder de indruk van alle andere bergen of heuvels van Israël?
als we dan deze bergen natuurlijk nemen, zijn we alleen op zoek naar de echte Sinaï-gebergte? Of hebben we ook dit gebed misschien dan over het ook gezien? Of misschien zitten we op deze berg om naar Jeruzalem te kijken en vergeten wij wat op die berg altijd gebeurd is. En waarom zeg ik het zo? Omdat vaak is het gebed iets wat voor velen... velen hebben dan vaak weinig tijd hiervoor. En in de drukte van de wereld is het soms even kort of even maar voor later. Maar dit is iets wat wij moeten doen. Ministry of Healing zegt in bladzijde 509... we moeten ook gestelde momenten hebben voor meditatie en gebed... en om geestelijke vervriezing te ontvangen. Gebed en geloof zal doen wat geen andere macht op aarde zal bereiken. Laten we naar de zesde berg. En eigenlijk is dit meer een heuvel. En dit is een van de heuvels waar eigenlijk niet geklommen wordt... En dat is de heuvel van Golgotha. Altijd hebben we gedacht in het christendom dat Jezus Christus op de heuvel gekruisigd werd. Maar de geschiedenis laat zien dat de Romeinen altijd de mensen kruisigden bij de kruispunten. Zodat iedereen die langs kwam kon zien wat voor mensen deze waren. Of dat wel zo is of niet zo is, vind ik interessant misschien voor onze parallel... dat de berg Golgotha of heuvel Golgotha is de berg van verzoening. En verzoening doe je niet als je erop klimt. Verzoening doe je als je de onderste weg bewandelt. Als je echte verzoening wilt bereiken, ga je niet hoger stellen tegenover de anderen, maar dan moet je juist dan onder blijven. Want beide wilden natuurlijk in verzoening hoog staan. Maar in het christelijk leven, de echte verzoening gebeurt als wij maar toegeven. Als wij maar de onderste weg nemen. Als wij maar gekruisigd worden. Als iedereen maar kijkt dat wij dan fout hebben gedaan. En dan kan echte verzoening gebeuren. In het moment dat je probeert goed te praten wat je hebt gedaan of excuses te geven. En dan stel je jezelf iets hoger. En dan kan verzoening niet echt plaatsvinden. Op dit moment kan je nog steeds zien die schedel in die rots. De plaats kan je nog steeds, op die plaats kan je nog steeds zien de schedel daar. En het is zo interessant dat... Precies daaronder heb je een busstation. Dat is een bushalte, de één busstation van een van de lijnen in Jeruzalem. En in het geestelijk leven is precies dezelfde. Dat is de plaats waar iedereen zou moeten gaan. Alle bussen komen daar naartoe en die stoppen daar. Dit is de plaats waar God ons allemaal wil brengen. Dat is de plaats van verzoening, zodat we Jezus kunnen zien. Als je daarboven wil staan, heb je een moslim begraafplaats. En dan zie je, wil je dan hoger staan, dan ga je dood, dan ga je verliezen. Dan ga je niet echt verzoening bereiken. Blijf je onder, dat is de plaats waar je echt de schedel kan zien... en waar je kan zien dat Jezus Christus daar ter plekke of in die omgeving gekruisigd werd. Laten we nu naar de laatste berg, en dat is berg Sion. Ook een heuvel... Zion betekent teken of hoogte. Dat was de oorspronkelijke naam van de zuidoostenheuvel van de staat. En bijzonder is het, vandaag de dag staat berg Sion buiten de muren van Jeruzalem. Vroeger was het een deel daarvan en nu staat het precies buiten. De muren en hier heb je heuvel Sion. De berg Sion is de stad van God... De berg Sion is het berg van God die aan het noorden ligt. In de psalmen vinden we vaak, in psalm hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 5, 24, 3 tot en met 5, zien wij
hoe de berg Sion is vast, is standvastig. Het kan niet bewogen worden. Gods volk is net als deze berg. En dat is de plaats waar God wil dat iedereen van ons uiteindelijk komt. Dit is de berg van zaligheid. En waarom is deze de berg van zaligheid? Omdat dit is de plaats waar Caiaphas zijn huis had, of zijn paleis had. En dat is waar Jezus naartoe gebracht werd. En het was zaligheid, omdat dit is de plaats waar Petrus Jezus verloochend heeft. En waar Jezus Christus met een blik hem vergeven had. Het is in de omgeving van berg Sion, waar de ruimte was, waar de discipelen bij elkaar kwamen. Toen ze zo bang waren, omdat ze misschien vervolgd zouden zijn, dan waren ze boven. En daar waren zij. En daar is waar de gemeente van God begonnen is. Daar is wat Jezus Christus de gemeente gesticht heeft. En dit is wat de Bijbel en wat in de psalmen staat geschreven, dat is het volk van God. Waaruit de gemeente dan verspreidde. De gemeente van God, het volk van God, die rots vaststaat op Jezus Christus. Interessant, nu staat hij buiten de stad Jeruzalem. Omdat de gemeente van God maakt niet deel van de aardse Jeruzalem. Maar het maakt deel van een hemelse Jeruzalem. Het is de plaats waar de heerlijkheid van Jezus Christus gezien was. En waar Thomas ook twijfelde of Jezus Christus werkelijk verrezen was. En opgestaan was. Tot slot, waarom is het zo belangrijk dat wij de bergen opklimmen? Welke ervaringen kunnen we meemaken in deze bergen? Volgens de geestenprofecie begrijpen we dat het is belangrijk om de berg te beklimmen, want het is alleen daar waar wij een intieme gemeenschap met God kunnen hebben. En waar wij met God kunnen praten. Het is op de berg waar wij de openbaring van Jezus kunnen ontvangen. Het is op de berg waar wij de heerlijkheid van God kunnen aanschouwen. Het is daar waar wij een geestelijke onderscheidingsvermogen op de eeuwige en onzichtbare dingen kunnen hebben. Het is op de berg waar wij door God worden geleerd om onze missie te ontwikkelen. Het is op de berg waar wij worden voorbereid om de beproevingen te doorstaan. Het is op de berg waar wij dichter bij God kunnen zijn, ook in gebed. Het is de plaats waar wij een beslissing kunnen maken. Het is de plaats waar ons geloof versterkt wordt. Het gebod voor ons, het gebod voor ons voor vandaag is: klim op de berg. Kom dichterbij. Voordat Mozes Gods instrument kon zijn in het bevrijden van Israël, werden de 40 jaar bepaald van gemeenschap met hem en de eenzaamheid van de berg. En het is daar waar Mozes de aanwezigheid van God kon zien. En het is daar waar Mozes de opdrachten en de middelen krijgt om zich te kunnen met Farao te kunnen spreken. En voordat hij zijn last voor Israël met zijn leven neerlegde, riep God hem naar de top van Pisga en legde voor hem de heerlijkheid van het beloofde land voor. Voordat de discipelen uitgingen op hun missie, werden ze met Jezus naar de berg geroepen. En mijn wens en gebed is dat wij ook naar die plaats kunnen gaan, naar de berg kunnen gaan. En ik wil graag afsluiten door te zeggen dat op dezelfde manier hoe Lot de boodschap ontving om weg te vluchten naar de bergen, en hoe de spionnen die Rahab bezochten schuilplaats te hebben gevonden in de bergen, en hoe Jezus zijn discipelen heeft gezegd om naar de bergen te vluchten, nodig Jezus ons uit om naar de berg te beklimmen. En het is goed om te weten dat de apostel Paulus zegt aan de gemeente van het Nieuwe Testament en ook aan ons, dat we dichter bij de berg Sion mogen komen vandaag. Mogen de Heere ons helpen dat wij deze ervaringen mogen ervaren en mogen meemaken. Is mijn wens en gebed. Amen. Amen.